We zijn hier ergens in Schiedam en er is een heus jubileum. Al 40 jaar bestaat Radio Uur al. Zijn jullie vrienden voor het leven? Ik denk het wel, ja. Ik zit 38 jaar bij de club, maar ik denk dat 40 jaar en 38 jaar erbij zitten, dat je vrienden voor het leven bent. Dus. Hoe is het ooit tot staan? Nou, ik kreeg van mijn ouders een radio. Een Philips, dat is reclame. En toen ben ik gaan zoeken over die FM-band. En dan kwam ik zowaar Piraat tegen. En dat vond ik zo persoonlijk. Toen ben ik zelf ook begonnen. En dat was best wel moeilijk om een zender te krijgen. Maar dat is gewoon uitgegroeid. Het is uitgegroeid naar Radio Uur al. Hoe lang zit jij er al bij? Nou, ik denk een jaartje of 20, 25 of zo. Ik was vroeger een luisteraar en ik vond Uro Radio altijd hartstikke leuk om naar te luisteren iedere zaterdag. En ik deed eigenlijk altijd mee met hun spelletjes. En het was op een gegeven moment wel heel erg vervelend, want er won bijna altijd één iemand. En dat was ik, zei de gek. En toen ben je er zelf maar bij gegaan? En toen op een gegeven moment heb ik een uitnodiging gehad om eens een keer langs te komen. En ik vond het wel leuk en aardig. En ben eigenlijk sindsdien blijven hangen, zeg maar. Vanwege de sfeer, de gezelligheid en af en toe ook wat presenteren. Dat is niet helemaal mijn ding, maar ik doe het toch maar. Het is uit de tijd van de piratenzenders en sinds een jaar of drie doen we eigenlijk alleen nog maar internet. En piratenzenders is deze tijd eigenlijk niet meer lonend, laten we het zo zeggen. Ik heb gehoord, als je gepakt wordt, 42.000 euro. Nou, daar ben ik zelf te klein voor. Dan doen we het maar via internet. Het was een leuke tijd toen, er waren heel veel radiozenders in Schiedam. En in Rotterdam had je Atlantis en in Den Haag had je Hofstad. En in Schiedam had je onder andere Ural. Ja, en op Zolder Boemerang. Ja, ik weet er alles van. Ja. Het was een leuke tijd. Heel veel gedaan. Maar jullie hebben het toch al die tijd volgehouden? Ja, maar het is gewoon een hechte vriendenkring. Met hoeveel man doen jullie het? Nou, we hebben er 60 gehad. Maar nu hebben we een harde kern. En die staan ervoor. Illegale radiostations, dat was nogal wat. Je werd een beetje opgejaagd. Je moest uitkijken dat je niet opgepakt werd door de SCD toen de tijd. Had dat ook iets? Nou, dat heeft wel iets van de charme natuurlijk. Dat je altijd weet van, hè, er kan altijd iets gebeuren, zeg maar. Maar goed, we hadden wel een goede verstandhouding met de RCD, zeg maar. En alle auto's van de politie, die kenden wij door zijn hoofd, hè? Ja, die konden we zeker. En er werd ook regelmatig wel even in de straat gekeken van hoe of wat. En we hadden wel vrienden en bekenden die ook een beetje de boel in de gaten konden houden. Dus dat kwam meestal wel goed. En omdat wij ook niet zo commercieel bezig waren natuurlijk, waren we niet echt interessant, zeg maar. De jongens die er echt veel geld aan verdienden, die waren wat interessanter om op te pakken dan wij. Wij deden het maar voor de hobby. Eerlijk zeggen, wat was leuker? Vroeger of nu? Vroeger. Echt vroeger. Dus piratenzenders neerzetten, dat is toch wel ons ding eigenlijk. Dus dat is veel leuker. Piratenzenders was eigenlijk je onderdelen halen, in elkaar solderen, een zendertje neerzetten, mengpaneeltje eraan en gaan. En dat is gewoon, ja, de spanning, dat is het toch, laten we het zo dat maar zeggen. Dus dat is het leukste wat het is eigenlijk. Ja, dat was in de tijd dat er nog geen lokale, nog geen regionale omroepen waren. Dat was toen nog zelfs nog niet mogelijk. We hebben eigenlijk aan de wieg gestaan daarvan. Ik denk dat er heel veel piraten aan de wieg hebben gestaan van heel veel regionale en lokale omroepen. Dat is Schiedam onder andere het voorbeeld van, zeg maar. Rijnmond is er het voorbeeld van. Radio West, noem alle stations maar op. Heel veel piraten zitten daar geketend vast, laten we het zo zeggen. Nu zit je iedere tweede kerstdag zit je plaatjes te draaien. Hoe vindt je familie dat? Die vinden het wat minder. Maar ze weten gewoon, tweede kerstdag staat afgeblokt in de agenda. Even vinkje erbij. En tweede kerstdag is gewoon echt voor uur al. Ja, de familie waait een beetje uit, zeg maar. Ik heb nog één zoon thuis. En het hoort er gewoon bij. En ik doe het sinds 1980, zeg maar. En sinds 1980 gaan we gewoon tweede kerstdag bij Ural op visite. En ook mijn zoon en mijn dochter, die komen wel eens langs. Dus die vinden het ook wel geweldig. Heb je geen zin om het meer te doen dan alleen die ene dag? Daar zijn we wel over aan het denken, zeg maar. Maar het heeft organisatorisch toch wel wat meer in. Houdt het wat meer in, zeg maar, dan één dag. En je moet meer discjockeys, meer social media. Je moet veel meer regelen. En dat is toch vrij moeilijk. Tot hoe laat zijn jullie vandaag bezig?
tot 12 uur vannacht en dan is het weer non-stop en klaar ermee. Volgend jaar weer.